De Franse filosoof en schrijver Marcel Proust schreef bij leven een lijst met vragen, ten einde zichzelf en zijn omgeving beter te leren kennen. En die vragen die gebruiken wij om een bijzondere Limburgse cultuurmaker of cultuurminnaar beter te leren kennen. En vandaag doen we dat met schrijfster, arabist en politica Petra Stine. Bijzonder om jou te mogen ontmoeten hier, Petra. Wat is jouw huidige gemoedstoestand? Ja, ik doe altijd aan het begin van het jaar doe ik een meditatie over wat gaat dit jaar brengen. Zeg maar enerzijds, anderzijds, de balans. Ja. En Oprah Winfrey doet dat schijnbaar ook altijd. En die zei dat ze een keertje moed, courage had gekregen in haar meditatie. En toen was het een heel vervelend jaar. En ik kreeg dit jaar aan de ene kant betekenis en aan de andere kant vreugde. Ja. Wauw, corona. Wat is de betekenis? En hoe haal je vreugde uit je leven als je niet meer dat kan doen wat je de hele tijd doet? Dus ik ben heel erg bewegelijk. Ik reis heel veel. Ik ben een week per maand ben ik in het buitenland. Mm-hmm. Ik heb corona gehad. En ineens was er geen beweging. Geen reuring. Wel rust. Hoe ga je daarmee om? Ja. Formuleer daar eens een antwoord op voor jezelf. Behalve die vraag te formuleren. Acceptatie. Ja? Ja, acceptatie. Ik denk dat dat voor mij één grote les in acceptatie is. Wat was eigenlijk jouw eerste aanraking met kunst en cultuur? Herinner je je dat nog? Ja, de tekenleraar op Scheundelen. op Bisschoppelijk College Scheundelen, ja. En wat was dat voor man? Nou, die liet zien dat iedereen kan iets moois maken. Wat kon jij? Ik kon heel goed met kleuren. Ah. Ja, en mijn vader was huisschilder. En die kreeg dan van de verfwinkel van die waaiers met die kleuren. En daar kan ik nog steeds als een klein meisje van 7 naar kijken. Weet je wel, al die kleurschakeringen. Dus dan zei hij, maak maar een bloemstilleven. Want daarmee kon ik mijn talent voor kleuren. Waarom ben je geen schilder geworden? Ja. Waar ben je afgeslagen? Waar ben je de tekenleraar uit Scheundelen ontrouw geworden? Ja, ik denk dat dat een... Dat is een andere afslag, want... Ik denk beeldend, maar dat kan je ook in schrijven kwijt. Ja. Dus ik heb het wel gebruikt. De kleurrijk schrijven, wat in de Nederlandse literatuur niet zo heel gewenst is, maar wat in de Arabisch, of gewenst weer niet. Maar Arabieren schrijven heel kleurrijk, heel bloemrijk. En ja, dat vind ik prachtig. Hè? Echt van die babushka-verhalen, het ene naar het andere verhaal. Dus de kleurschakeringen van emoties, de kleurschakeringen van wat je ziet. Dus ik heb het nog steeds. Wat is jouw beste karaktereigenschap? Oh, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ja? Ja, ik merk dan al mijn voelsprieten gaan aan en dan denk ik, oh, wat gebeurt hier allemaal? En dan wil ik weten, hoe de mannen achter de camera's heten, wat hun verhaal is, hoe lang ze hier al werken, vragen. Ik ben altijd op zoek naar een mooi gesprek of een spannend gesprek. En of ik dat nou in de AC in Roermond doe, of in de bibliotheek in Roermond, of op een podium waar 1000 mensen zitten, dat doet er niet zo toe. Het gaat over die afstand tussen twee mensen, van wat kunnen we van elkaar leren. Ja, dat doe ik in mijn werk eigenlijk altijd. Dus dat gesprek is er altijd. Mm-hmm. Nou ja. Ben je iemand die stip aan de horizon zet en heel duidelijk een pad heeft van dat wil ik? Soms. Wel, maar ik heb 5 jaar geleden heb ik best wel een heftig auto-ongeluk gehad. Bijna 6 jaar geleden. En nu vind ik de vraag, wat wil je over 5 jaar? Oh ja. Heb ik niet meer. Impertinent en aanmatigend. Nee, onrealistisch. Ja. Want dat weten we niet. We is hebben dat, alleen is dat maar het hier moment en nu. Van leven met de dag daar gekomen? Nou, leven met dankbaarheid. Heel erg van, is die balans, hè, met mijn nieuwjaarsmeditatie, is dit betekenisvol en is dit vreugdevol? Als ik die twee ballen voel, dan krijg je het lemniscaat eromheen en dan staat er hier iets nieuws. En ik schrijf elke ochtend de morning pages. Wat is dat? Dat schrijf je elke ochtend eigenlijk 3 pagina's. Dat gaat over The Artist's Way van Julia Cameron. Dat is een boek wat miljoenen heeft verkocht. En zij zegt, als je in de ochtend gewoon opschrijft wat je voelt, wat je van plan bent, dan gaat het de wereld in. En dan geef je jezelf structuur. En dan sta je ook open om te ontvangen wat,
er voor jou op je pad ligt. Dan is het dan een vorm van een soort self-fulfilling prophecy, dat omdat je het op hebt geschreven, dat je eigenlijk het pad al hebt geëffend om het tot uitvoer te laten komen? Nee, het is je innerlijke criticus uitzetten en je innerlijke mentor op je schouder zetten. En zeggen, je kan het. Het mag. Je mag creatief zijn. Je mag het podium pakken. Je mag lol hebben. Je mag af en toe dingen moeilijk vinden. Het is meer toestemming aan jezelf geven. Zijn er eigenlijk grote angsten waar je nog, die nog overwonnen dienen te worden? Ja, kijk, iedereen op deze stoel zegt volgens mij het eerst hetzelfde. Oh, dat er iets met je kinderen gebeurt. Ja. En ik heb een dochter van 22. En als zij mij om 8:15 een appje stuurt, mam, kan ik je bellen? Dan zeg ik altijd tegen haar van, oh, dan schrik ik altijd even. En ja, als ik haar dan bel en dan blijkt er iets met de studie te zijn en dan wil ze een advies hebben, ben ik altijd een soort van opgelucht. Oh, dat kan ik aan. Ik wil het hebben nog even met je over Limburg. Je woont in Den Haag. Ook al lang, hè? Al 16 jaar. Weg. Je reist enorm veel. Wat is de verhouding met Limburg nog? Ja. Wat is er hier nog om voor terug te komen? Heel veel. En echt, Savee, als men mij 10 jaar geleden heb ik het contract van het boek Terug naar de Donderberg in de brievenbus gegooid. En toen is mijn leven gaan veranderen. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik met zoveel nieuwsgierigheid en vreugde terugkwam. Want het is niet terug, maar toch ook weer wel. Ja, wat is er nu? Ik ben raad van toezicht, voorzitter van het Bonnefante. Ik doe heel veel voor de ACI, voor het Limburgs Museum. Mijn moeder woont in Herten, mijn zus woont in Roermond. Ik heb laatst een wandeling gemaakt naar Koningssteen bij Thorn. En ik ben heel even in België geweest. Dus ik ben toch nog in het buitenland geweest de afgelopen maanden. En wat ik dan leuk vind om aan mijn vrienden in de Randstad een filmpje te maken, dat ik met het pontje overga naar, zeg maar, Steven, de plek waar we dan, op een gegeven moment kom je bij Steven Zweert uit, en zeg ik ben voor €1,20 van België naar Nederland geweest. Dus ook de schoonheid, de nabijheid, de taal. Ik vind het echt ontzettend fijn om Limburg te kallen. De taal van mijn hart, ja. Gemuns. Gemuns. Heb je nog een laatste levensmotto dat je ons mee wil geven? Ja, een van de belangrijkste lessen die ik in het Arabisch heb geleerd. Dat is een prachtig spreekwoord voor alle kijkers die het verstaan. Rubbama sotfa geran min elf mi'ad. Toeval is beter dan 1000 afspraken. Dus wat je toevalt, omhelst het. Dankjewel, Petra. Graag gedaan, Servé.